Welkom mensen, mijn naam is Dirk en dit is mijn maat Angelo. Vandaag gaan we magneet vissen in de stad Den Haag. We hebben hier een groot stuk water en ik denk zeker dat daar leuke dingen uit gaan komen. Zijn jullie ook benieuwd? Blijf dan zeker kijken, want wij zijn de pros. Wij halen de gekste dingen uit het water, dus blijf er zeker bij. Kijk, het zou zomaar kunnen dat mensen hun auto hier parkeren en dan snel wat in het water dumpen hier zo. Dat klopt. Dus ja, grote kans dat je ook wat vanaf deze kant eruit haalt. Ik zelf ga even op de brug staan en dan gaan we gauw beginnen. Ja, ja, kijkers. Dirk heeft het net zo gezegd. Je weet nooit wat ze erin gooien, hè? Maar ja. Wel leeg, ja. Helaas leeg, maar ja, alsnog. Het eerste geldkistje, kluisje is binnen. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Gaat het? Ja, ik ben net begonnen. Ja, dat mes dat had ik de vorige keer al gevonden hoor. Oh. Maar hij heeft al een geldkistje eruit, een kluisje. Maar er zat niks in helaas. Kijk, we horen dat nog geen windmensen zo te doen. Ja, doen heel veel mensen. Maar ja. Niet klopt, ja. Kijk, cool goed. Dat is ook van een inbe... Oh, zo. Munitie. Kijk eens. Zo, ik heb gewoon munitie eraan zitten. Volgens mij... Dit is volgens mij punt 50. Grote... En dit is nog scherpe munitie. En dit is een... Ook een kogelpunt, geloof ik. Dit is alleen de punt. Zo. En wat is dit? Dat is niks. Volgens... Ik denk dat dit van de oorlog is nog, van de Tweede Wereldoorlog. Een punt 50. Ja. Is dit Afrikaan, hè? Jawel, deze is afgeschoten. Anders, dit is zonder huls. Dus geen explosief meer, hoor. Er zit geen kruid in. Ja, is een goede vang. Ja, man. Goed, man. Ja. Hebben. Ah, hè. Kijk, ik heb nog eentje. Nou, de eerste fiets. Hey, jongens, dit ken ik niet, Telly. Alsjeblieft. Nokia. Ja, er zit nogal gewoon goud in, hè? Ja, maar ja. Moet je zo ver zoeken. Als je dat eruit moet gaan halen dan. Dit is waarom ik magneet vis. Kijk. Yes, we've got it. It's amazing. Kijk, opgeruimd staat netjes. Samen houden we Den Haag schoon. Ja toch? Lekker bezig, maat. Winkelwagentje eruit. Alsjeblieft. Ik ben trots op je. Daar kunnen we mooi de rotzooi in gooien. Juist. Hatsje. Pullen. Hoppa, zet hem maar een beetje tussen ons in. Kijk eens. Beetje mooi in het midden parkeren.
gelijk opruimen. Kijk, een zonnebril en een schilmessie. Ja. Hey, zo, onwijs een mooie sleutelbos. Kijk eens joh, zo dikke sleutelbos. En een zakmes eraan. Wow. Kijk dan joh. Moet je nou toch eens kijken. Hey, maat. Kijk eens. Hoppa. Hele sleutelbos en een mooi Zwitser zakmes. Ja. Zo, die liggen er nog niet lang in hoor. Ha, leuk man. Zo dan. Hoppa. Hey, er zit nog een kaartje aan ook. Ook zo dat nog. Misschien kunnen we hem tegenkomen. Zal ik dat opzoeken? Ja, gewoon doen. Zo, jawel man. Alleen hij is afgebroken, dus dat moet ik nog vinden. Ja, oh, dit is een oude sleutel man. Oeh, ja, deze. Ik kan het zo kopen joh. Ik denk dat deze echt oud is hoor. Ja? Ja. Oké. Ja, ja. Ja, ik zou hem sowieso bewaren. Moet je hem even op een... Ja, leg maar in mijn magneetkoffer. Ja. Ja, stekend. Gelukkig man. Kijk eens wat we allemaal eruit hebben gehaald. Een verkeersbord. Het loopt hier dood. Wat doe je nou? We moeten helemaal niet. We zijn nu op een stukje en we hebben gehoord dat dit een hangplek is. Ja, dat lijkt me ook vanzelfsprekend als ik hier zo die bankjes zie. Het ziet er aangenaam uit om te chillen. En het is inderdaad een beetje een uithoek. Dus we gaan nou hier zo in het water werpen. Misschien komen we toch ook nog gekke dingen tegen hier. Kijk, we hebben nog een paar mooie zwanen hier zo. En een paar Canadese ganzen. Kijken hoe dichtbij ik kan komen. Ja, kijk eens. Dat is toch wel waar. Nou, daar gaat ie. Nou, hebben jullie vaak genoeg gezien dat de politie komt tijdens het magneetvissen? Maar heb je wel eens meegemaakt dat de brandweer komt? Heb je Angelo nou weer veroorzaakt? Even kijken wat ze gaan doen. Ja, het is echt loodzwaar. Wat zei je? Bij de eerste keer kwam er olie boven. Ja, klopt. Maar ik zag zelfs hier zat ik vast, aan deze kant. Zo groot is het gewoon. Ja, dan is het gemiddeld echt een dikke 3 meter. Gemiddeld. Blauwe boei zag je ook nog. Ja, klopt. Nou, de brandweer die gaat weer weg. De gemeente is ingelicht. En dan komen ze met een kraan of iets komen ze eruit eisen. Want het ligt veel te vast. Is het zwaar? Ja, het is heel zwaar. Wat heb je? Ik pak ook even mijn spullen daarbij. Even kijken hoor. Magneet. Magneet zit erbij. Ja, want hij blijft achter de kant hangen en dat maakt het zwaar. Dat zit ook niet nou. Winkelwagen nummer 3. Hoppa, kijk. De winkelwagen koning. Nou, eerst waren het de breekijzers, nu zijn het de winkelwagens. Oh, fuck. Nou, kijk. Dit spreekt even. Ik ga helemaal dood, joh.
Nou ja, het verzuurt je lichaam een beetje te erg. Ja, ja, zeker. Maar ja, we hebben hem wel weer. Nou, we hebben hem. We gaan weer verder. Sportschooltje is niet meer nodig, hè? Ga goed. Nou, dit is de laatste vondst. Het is een fiets. Daar komt ie. Pak ik hem even mee. Yes, hij is binnen. Hoppa. Wat maak jij er een bende van, zegt hij. Okay. Eigenlijk een beetje van die mens maak hier een bende van. Nou ja. Hier een winkelwagentje. Verderop een winkelwagentje. Een fiets. Gisteren was mijn verjaardag. Ik ben 34 geworden en ik zou het heel gaaf vinden om de 1000 abonnees te bereiken. Dus als jullie dat als cadeau willen doen aan mij, ja, dat zou ik super tof vinden. Ik zeg helemaal top en tot de volgende keer. Adios. Nou, wat vinden jullie ervan? Mijn nieuwe aanwinst. Vroom vroom. Om, 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 om. Oh, oh. We'll be right back.